Sander, jij behandelt als fraudeadvocaat fraudezaken. Waar moet ik dan aan denken? Dat klopt. Als strafadvocaat doe ik veel zaken van financiële fraude. Je kan dan denken aan belastingfraude. Het niet goed doen van je belastingopgave of het zelfs vals doen van een belastingopgave. Maar ook aan andere zaken zoals marktplaatsen, oplichting, WhatsApp-fraude, in geschrift, uiteenlopende aard. Dus heel veel zaken van zowel horizontale fraude als verticale fraude. Horizontale of verticale fraude? Ja, licht toe. ja, dat zal ik even uitleggen. Horizontale fraude, dat is een term die wordt gebruikt, ook met name door de politie voor oproepingen, als een fraude tussen burgers. Dus uh, bijvoorbeeld, er ligt uh, iemand op op marktplaats en dan heeft iemand schade omdat je goed niet levert. Nou, dat is horizontale fraude, hè? horizontaal tussen burgers. En verticale fraude wordt dan gezien uh, door de politie en just, justitie als fraude tussen de overheid en de burger. Dus uitkeringsfraude, subsidiefraude, dat soort soorten van fraude. En welke straf staat er op? Horizontale fraude of verticale fraude? Ja, dat kan je niet algemeen zeggen. Er zijn heel veel soorten fraude: hè? horizontale en verticale fraude. Dus in zijn algemeenheid kan ik dat niet zeggen. Maar ik kan wel zeggen: als je bijvoorbeeld belastingfraude pleegt. en van 50.000 euro. Ja, dan beginnen de uitgangspunten al richting gevangenisstraf te gaan. Nog sterker zitten ze erop. Dus kortom: het kan gevangenisstraf zijn, heel vaak is het ook een werkstraf. Hangt van de situatie af. Bij uh, geldezelzaken, dat is een zaak waar iemand zijn rekening ter beschikking stelt voor iemand anders, die dat dan misbruikt, bijvoorbeeld appfraude. Dat zien we vaak tegenwoordig. Ja, Daar zit je vaak op werkstraf. Dat hangt een beetje van je rol af en van de mate van, het, van de benadeling van het bedrag. En kan ik jou dan uh, als strafadvocaat inhuren? Zeker, ik ben fraudeadvocaat. Ik doe ook alleen strafzaken en ik doe heel veel zaken van, van financiële fraude. Van de, de complexere uh, beleggingsfraudezaken, maar ook heel veel marktplaatsfraude en geldezelzaken. Dus ja, dat, uh, dat kan zeker. En wil ik toch weten wat dat kost? Wat dat kost, ja, dat hangt ook natuurlijk van de zaak af. Ik kan wel zeggen dat we uh, mensen vaak in aanmerking komen voor Prodeo. Dat houdt in dat de overheid bijna alle kosten betaalt voor de mensen. Uh, mocht dat niet lukken, werken we ook vaak voor vaste bedragen. Ja, het beste is om dan gewoon even contact op te nemen. Dat kan gewoon vrijblijvend en dan kunnen we het altijd even bespreken. Super, dankjewel. Graag gedaan.